verbouwen op de hertgang. PSV is bezig aan een nieuw jeugdcomplex. Het wordt 3 keer zo groot als het oude complex. En daarmee kiest de club nog meer voor de jeugd dan nu al gebeurt. Want PSV kan geen tientallen miljoenen euro's uitgeven aan spelers, maar Nederland staat er wereldwijd wel onbekend goed te zijn in het opleiden van jeugd. We hebben natuurlijk jongens van 17, 18 die al hun debuut maken in het eerste. Die moeten de hele opleiding op de lopen hebben. Die moeten mee kunnen op het niveau qua voetballen. Die moeten mentaal mee kunnen. Die moeten met druk kunnen omgaan. Dus ja, er wordt steeds meer gevraagd van dit gebouw en dit complex. Dus, en dat doen we. We hebben echt grote slagen gemaakt. En dat wil ik graag zo houden. Een van de nieuwe faciliteiten op de hertgang is deze gymzaal. De kleintjes kunnen hier straks gymlessen krijgen, zoals op de basisschool. En de oudere spelers die kunnen hier straks ook terecht, want er komt hier compleet nieuwe belijning op de vloer te liggen. Ontworpen door het performance team van PSV. Zodat zij activiteiten kunnen doen die aansluiten bij het uiteindelijke doel. Doorstromen naar PSV 1. Wat we eigenlijk hebben gedaan is we zijn beleid gaan schrijven en gaan nadenken hoe wij denken dat we meer spelers kunnen opleiden voor het eerste elftal. En bij dat beleid, daar hoort een ander gebouw bij met andere faciliteiten. En dus dat is wel even nuance in de zin van het gaat niet zozeer om als je het gebouw hebt dan kun je ze ook beter opleiden. Nee, je hebt een manier hoe dat je wil opleiden en daar moet je de faciliteiten bij bouwen. In die faciliteiten zet PSV in op technologie. Met een speciale mind room om spelers bijvoorbeeld om te laten gaan met wedstrijdspanning. Daarnaast is er ruimte voor een soort bioscoopje om wedstrijden samen terug te kijken. De kosten zijn niet mals, zo'n 10 miljoen euro. Maar daarmee slaat de Eindhovense club wel heel bewust een weg in. Wat je steeds meer ziet is dat de jongens de weg weten te vinden, letterlijk richting het eerste elftal. Ik denk dat het ook wel scheelt dat er een staf bij het eerste elftal zit die hier binnen de jeugdopleiding heeft gewerkt en de jongens dus ook kent. De werkwijze kent en weet wel hoeveel talent er wel niet rondloopt. En dat maakt ja, eigenlijk het weggetje, hè, want dat is letterlijk daar door het bos wel een stukje kleiner. Spelers in de jeugdopleiding van PSV zitten vaak nog op school en voor hen is dit nieuwe studielokaal in de maak. Zodat ze hier kunnen studeren, maar ook zodat docenten van buitenaf hier les kunnen geven. Allemaal zodat jonge spelers vaker van 9 tot 5 op de hertgang kunnen verblijven. Maar het nieuwe gebouw is niet alleen voor de jeugdspelers. Ook de PSV-vrouwen krijgen er een plek. Die meiden die werken er ontzettend hard voor en het heeft binnen de directie inmiddels ook een plek gekregen. Je ziet ook denk ik wel na afgelopen jaar wat ze aan stappen hebben gemaakt als we het hebben over professionalisering. Dan zijn zij in mijn beleving niet meer weg te denken hier. Op vrijdag 2 augustus moet het af zijn en als je het zo ziet moet er nog veel gebeuren. Geen tijd voor koffie dus, maar doorwerken geblazen.